Jojo mensen, welkom bij deze gloednieuwe video. Vandaag is de dag om deze bad boy die ik bijna meer dan 4 jaar heb gebruikt het raam uit te gooien. Hup. Weg ermee. Want vandaag is de dag waar ik al meer dan een jaar op zit te wachten. Ik heb zo goed gespaard, zo lang gespaard. Het heeft me echt lang geduurd. Daarom moet ik ook een beetje helemaal zenuwachtig en alles. Ik ga vandaag de MacBook Air kopen. En zo excited. Het gaat een rip uit mijn lijf kosten. Maar ja, het is het waard. Want ik ga hem gebruiken voor school. En hopelijk nog daarna. Dus ja, vandaar de MacBook Air. Ja. Let's go! What the fuck? Het ging echt vrij snel. Ik ben echt gewoon. Ik heb er een half uur gedaan om zo naar de winkel te gaan. We got them. Oké, als eerst de MacBook Air. Wat is het? Het licht is echt heel slecht. En een accessoire natuurlijk voor erbij, want hij heeft alleen maar USB-C. En wat ik al van tevoren had gekocht. Is, moet ik even zoeken hoor. Ah, hier. Tada! Een leuke laptoptas. Maar zonder toeters of bellen, laten we hem gaan openmaken. Oké, dan dames en heren, dit is het moment waar ik bijna een jaar lang op heb gewacht. Ja, het is eindelijk tijd om mijn MacBook te gaan unboxen. Oké. Oh. Oké. Die gaat weg. Oké, daar gaan we jongens. Oh, ik ben bang. Ik doe even mijn Apple Watch af. Oké, daar gaan we. Ik ben zo bang, jongens. Oh, hij is zo zwaar ineens. Oké, daar gaan we. Oh, hij is zo mooi. Ik heb zoveel filmpjes gekeken hiervan. Maar nu zie ik hem echt voor me gewoon. Oh, wow. Is nog veel mooier dan op je beeldscherm. Hier heb je de USB-C. Naar je USB-C om hem op te laden. Ik heb hier zo lang op zitten wachten, jongens. Oh, boekje. En deze. Ja. Die heb ik zo meteen wel nodig, denk ik. Deze kunnen we terug doen. Dan doen we hem dicht. Oh, er zit echt heel veel lucht in al. Die gaat weg. Oh, hij is ineens heel licht. Oké. Oh, hè? In één keer heel veel stof hier. Oké, jongens. Oh. Wauw. Ik ben voor de Space Gray gegaan. Wow, hij is echt zo zwaar ineens. Oké. Nou, voordat we hem gaan openen, heb ik ook nog een leuke paar accessoires gekocht. Ik heb ook deze namelijk nog. Die leek me wel handig, dus laten we die ook even unboxen. Oh, dat is altijd zo fijn. Apple maakt dat zo goed, de unboxings. Oh. Kijk, dat is hem. Het is heel simpel, niks bijzonders eigenlijk. Moet ik gewoon trekken of is hier... Oké, ja. Nou ja, dit is hem dus. Niet zo heel bijzonder. Hij is wel heel stroef, hij blijft zelf omhoog staan. Zit er nog iets in? Nee, gewoon een boekje. Nou, deze doe ik terug, want zoals 9 van de 10... mensen bij Apple, geloof ik, bewaart alle hoesjes.
Ik ben echt zo'n hoesjesverzamelaar, ook al is het voor dit kleine iets. Ik spaar dat. En ik heb nog een leuke tas erbij gekocht natuurlijk. Deze tas. Hier heb ik een rits van Haret, ik hem gekocht. Voor bijvoorbeeld de lader en alles. En dan hier heb je nog een grote rits. Oh, ik kan hem ook als... Okay, leuk. Hier kan je dan natuurlijk de laptop in doen. Hele leuke tas. Lekker fel ook. Vind ik mooi. Maar het moment is daar, jongens. Zijn jullie er klaar voor? We gaan hem openmaken. Oh my god, ik vind het echt heel lief. Oh, wat mooi. Oh, wat mooi. Oh, wat mooi. Kijk dan, jongens. Deze haal ik eraf. Oh. Oh. Nederlands als taal te gebruiken, druk je op de Enter-toets. Als je hier zo lang voor hebt lopen sparen, al heel lang, dan, en je hebt hem dan uiteindelijk, dan is dat zo fijn en mooi. En Mac OS bevat een ingebouwde schermlezer die VoiceOver heet. Als je weet hoe VoiceOver werkt, druk dan de command. Oké, zoals jullie zien heb ik hem al een beetje geïnstalleerd. Nog niet alles natuurlijk. Gewoon dingetjes en datjes. Ik kan jullie wel een paar dingen laten zien. Dit is iMovie, het programma waar ik tegenwoordig nu mee ga editen. Want ik zag dat het heel fijn was. Dus dan ga ik iMovie gebruiken. Ik vind het echt gewoon heel, heel fijn hoe ja, macOS werkt. Gewoon met hele software. Ik vind het gewoon fijn. Nou ja, hier laat ik een paar dingetjes zien. Gewoon toetjes en datjes, wat je allemaal kan aanpassen en alles. Meer is er eigenlijk niet. Ja, het is wel meer, maar meer heb ik niet laten zien in deze video. Dus ja, ik kan dit en dat allemaal aanpassen. Ja, het is gewoon, ik ben er echt gewoon blij mee. Ik weet wel hoe alles werkt, want ik heb natuurlijk duizenden video's zitten kijken. Nee, geen duizend, maar misschien wel bijna 100. Het zou me niks verbazen als dat zo is. Dus ja, ik ga de video, ja. Nou, ik kan ook nog wel wat vertellen over de laptop zelf. Het is de MacBook Air Space Gray 285 GB en 8 GB RAM. Dus ja, ik heb 2 USB-poorten en 1 koptelefoonpoort. Ja, ik ben er gewoon echt super enorm blij mee. Nou, ik hoop dat jullie heel erg hebben genoten van deze video. Ik zelf vind het ben er enorm blij mee. Ik hoop dat er ook binnenkort betere video's aankomen. Ik ga echt mijn best doen met iMovie. Ik ga ook echt heel veel van die video's kijken van hoe kan je editen met iMovie. Want ik had ook gezien dat hij echt goed greenscreen spullen pakt. Dus kan ik ook echt van mijn dingetjes in beeld doen. Ik vind het in ieder geval leuk. Dus ja, dit was het einde van de video. Ja, tot de volgende video maar alvast.